Hey, hi. Mijn naam is Charlie. Ik ben handwerker en contentmaker. Je bent hier op mijn YouTube-kanaal. En de komende 48 uur heb ik een project. Ik heb bedacht. Over 48 uur en een half gaan wij uit eten voor mijn oma's 70ste verjaardag. En ik wist niet wat ik haar cadeau wilde geven. Totdat ik vanochtend dit patroon voorbij zag komen. De Jewel Beret à la Sasha gebruikt 420 meter garens. Die heb ik net gehaald. En ik ga proberen om deze beret binnen 48 uur te haken. Dat is best veel garens. Ik ga mijn spullen klaarzetten. Ga mijn kop koffie. Twee kop koffie maken. En dan ga ik aan de slag. Terwijl ik dat doe, druk even klik op de duim. Of laat een berichtje achter met jouw voorspelling. Gaat dit mij lukken, 48 uur, of niet? Hallo, ik ben eventjes verhuisd naar beneden. Heb even een gigantische mok koffie gepakt. Eerst vandaag, dus dat mag wel. Ik heb precies 48 uur en 8 minuten voordat wij moeten vertrekken naar de verjaardag van mijn oma. En ik heb spullen. Ik heb gekozen voor Langyarns Jawel Superwash in de kleur rood. Dat is geen naam. Nou, de kleur 2173. Super mooie rode dingetjes. Ik heb net even een foto gemaakt, maar ik ga nu de hoester opstoppen zodat ik ze van binnenuit kan gebruiken. Zodat het hopelijk iets minder zooi wordt. Dus ik heb mijn ja-walletjes. Ik heb een haaknaald. En ik heb nog drie andere haaknaalden. Een stekenmarkeerder en een blikje vol stekenmarkeerders. En tot slot een schaar. En een patroon. En volgens dit patroon moet ik 420 meter hebben voor een medium beret. Ik weet niet eens hoe je dat uitspreekt. Beret zou ik in Engels zeggen, dus beret, ik weet het niet. Deze is 210 meter, dus twee ervan is 420 meter. Ik ga beginnen aan het proeflapje. Ik heb mijn wol zojuist bij Wall Street en Sitters gehaald. Dat is een hele muur met sokkenbollen. En terwijl dat ik hier rustig dit Bulgarenvinger en deze eruit vis, ga ik jullie vertellen wat ik probeer te doen, want ik ben er laatst achter gekomen dat de meeste bollen gewoon vanuit het binnen gebruikt kunnen worden. Je moet alleen even dit doen. Dit aan de kant. Zo. En dan gaat hij van binnen, komt hij los. Nou, ik heb deze al uit weten te halen, dus het zou moeten lukken. Er komt hier van alles. Ja, daar is hij. Kijk eens aan. Ik hou ervan als TikTok-hacks opeens werken. Dus ja, ik heb nu dit. Ik ga mijn stikverhouding doen. En ik kom dan bij jullie terug. Ik vraag me af en toe af wat er in mijn hersens leeft. Er was net een knoopje, dus ik dacht, knip ik even af. Ik heb het hele draad afgeknipt. Ik wilde dit afknippen. Ik heb dit afgeknipt. Daar was ik nog mee bezig. Ja. Ik heb heel eventjes deze handige jongen erbij gepakt. Hier staat een stekenverhouding. Die heb ik keer 5 gedaan, zodat ik 10 centimeter had. Nou, dan gaan we op zijn minst even kijken of die in de lengte klopt. En dan in de hoogte kan ik dan wel uitrekenen. Ik denk dat hij wat te lang is. Ja, hij is inderdaad wat te lang. Ik haak best strak. Vast, strak. Dus ik had eigenlijk verwacht dat hij niet te lang zou zijn. Hij steekt er echt nog uit. Dus ik ga opnieuw beginnen met, dit was haaknaald 4,5. Mijn prachtige toverstok haaknaald van Studio Spintel. En nu ga ik met deze haaknaald van 4, ook 4,5. Ik moet dus eerst op zoek naar een haaknaald van 4. Ah!
Ik heb een handwerkje gepakt om op zoek te gaan naar een haaknaald maat 4. Is dit hem? Maat 4. Oké. Okay. In één keer. Halleluja. Ja, de andere haaknaald die ik heb is 2,5, dus dat gaat zeker te klein zijn. Wat betekent dat ik sowieso met haaknaald 4 ga haken, want ik heb niks. Ik heb geen 3,5 hier liggen. Toch? Of misschien is deze nog kleiner. Dit is een 5,5. En dit is een 3,5. Ik heb wel nog een 3,5 hier liggen. Dus ik heb nu een 4 en een 3,5. Ik ga het gewoon even proberen weer. Nou. Het is gelukt, denk ik. Ik ben nu gewoon al super gaar. Ik heb een uur geconcentreerd en denk 47 te gaan. Maar het is volgens mij gelukt. Even kijken. Ik heb 10 centimeter in de lengte. En in de breedte. Hij is iets meer dan 10 centimeter in lengte. En in de breedte. Of in de hoogte eerder. Nee, in de breedte is die 10 centimeter. In de hoogte gaat die denk ik heel snel heel hoog worden. Want er staat 2 centimeter is 4 rondes hoog. En dit is 1 centimeter met 1 ronde. Ik weet het niet. Weet je, zo'n bereken je ook heel mooi op je muur hangen als iets groot is. En ik wil dus sowieso voor maatje medium gaan. Dus dan valt hij waarschijnlijk tussen medium en large. Hoop ik. Dus nu kan ik echt gaan beginnen. Nee, ik ga mijn proeflapje niet verder afmaken. Sorry, Sasha. Sorry. Welkom in het hoekje in de woonkamer. Ik heb een heel klein omgekeerd championnetje. Het is het begin en ik zit er nu al lekker in. Dus ik denk dat dit tour 5 was misschien. En dus nu al helemaal duidelijk wat ik tot in den treuren ga doen. En als ik straks, hij gaat nu zo groeien zeg maar. En als hij helemaal gegroeid is, kom ik op een bepaalde plek. En dan ga ik hem weer kleiner maken. Daar verheug ik me nog niet op, maar dit loopt nu wel gewoon lekker. Dus ik ga hier mee door. Ik vind het vooral heel erg schattig op het moment. Een kaboutergoedje. Dan weer een hele kleine sombrero. Ja. Ik kom bij jullie terug als ik de hele bovenkant af heb. Hopelijk is dat vanavond. Ja, het is pas 7:30. Dus ik kan nog zo'n 3 uurtjes doorhaken. Moet wel lukken, denk ik. Het is de volgende ochtend. Ik ben wakker en ik heb wel wat gehaakt. Het ziet er heel mooi uit, maar ik begin een beetje te krullen. En ik heb net ontdekt waarom. Ik heb per ongeluk 1 vakje te veel. Dus, ik ga hem niet uithalen, want volgens mij gaat het zichzelf wel oplossen op een gegeven moment. Het is maar een klein beetje, maar ik heb dus een heel vakje te veel. Geen idee hoe dat gelukt is. Het is nu 8:30. Ik ga een rondje hardlopen en dan ga ik hier weer mee verder. Ik heb weer lekker een stuk aan mijn bree gehaakt. Ik weet niet wat dit voor kapsel is. En deze trui heb ik van de kledingkettingruiltas gehaald. Maar ik denk niet dat ik hem hou, want hij is hierboven raar. Ik krijg hem niet netjes gesteld. Maar goed, daar ging het niet om. Het ging om haken. Ik heb een flinke bree. En die ga ik nu opmeten. Ja, heel netjes. Die is precies even, de diameter is ietsjes groter dan wat ik moet hebben. Maar dat is niet erg. Inmiddels, en dat herken je zelf waarschijnlijk ook als je handwerker bent. Na een poosje dan neemt muscle memory het helemaal over. Dan hoef je niet meer na te denken. Dus de steek die je hiervoor gebruikt, die gaat nu helemaal vanzelf. En dan hoef ik geen aandacht aan te schenken. Alleen de meerderingen moet ik aandacht aan schenken. En heel af en toe mis ik hem, maar dan kan ik compenseren bij de volgende tour. Maar dat is wel lekker. Dat is met iedere vorm van handwerken. Als je eenmaal het ritme te pakken hebt, dan gaat het zo snel. Het is ook 10:30 en ik ben denk ik bijna op de helft. Dus dit gaat echt super lekker. Even kijken wat ik moet doen. Ja, ik kan weer door. Ik ga gebruik maken van een techniek die ik bij breien laatst vaak inzet. Ik moet een bepaalde hoeveelheid toeren doen. Ik heb mijn steekmarkeerder. Die gaat in mijn bree. En daar
ga ik nu losse steekmarkeerders aan toevoegen. Zoveel als ik nodig heb. En iedere keer als ik een toer af heb, dan haal ik er eentje af. En dan hoef ik even niet te tellen, maar kan ik gewoon doorwerken. En op een gegeven moment zie ik dan, oh, ik heb alles, ik heb de juiste hoeveelheid toeren gehaakt. En dan ga ik hem nog een keertje meten. Of dat klopt. Maar dan hoef ik niet de hele tijd te tellen. Super handig. Even kijken. 1, 2, 3. Ik moet er nog eentje. En ik doe dan, omdat ik dat leuk vind, doe ik dan telkens 1 zwarte, 1 gouden. Maar goed, dat doe ik dan. Dus ik mag nu een rondje doen. Even tellen hoeveel steken er in dit rondje zitten. En dan een paar toeren gewoon doorwerken. Dat betekent dat ik tegelijkertijd een wat diepgaandere video kan kijken. Ik kijk heel graag series en zo. Ik luister heel graag audioboeken. Maar toen ik gisteravond in bed lag, merkte ik dat mijn hoofd behoefte had aan verdiepingsmateriaal. Dus dan heb ik een hele playlist gemaakt op YouTube met allemaal video's over onderwerpen waar ik me graag in wil verdiepen vandaag. Van experts, van ervaringsdeskundigen. Dus die ben ik nu gewoon aan het kijken. En nu dat ik even echt niet hoef na te denken, ik hoef er namelijk niks aan te denken, maar nu dat ik echt niet hoef na te denken, ga ik even een diepe sprong in het diepe maken. Aanrader, daar heb ik net een paar video's van gekeken. Arjan Lubach heeft een nieuw programma en die is iedere avond op. Hoe heet dat programma, Charlie? Het programma heet De Avondshow met Arjan Lubach. Ik vind hem echt gewoon heel interessant vertellen over dingen. Ja, hij voelt, zeg maar, wat hij doet voegt echt superveel toe aan de gesprekken die we met z'n allen voeren over dingen. En hij is gewoon heel erg, hij houdt echt, hij stopt nergens, hij heeft geen grens qua commentaar. Dus dat vind ik eigenlijk wel lekker. Hij heeft gewoon commentaar op de dingen om ons heen. En dat vind ik heel interessant. Dus dat ga ik vandaag ook nog wat kijken. Maar nu ga ik wat verder in op social media dingen. Terwijl dat ik hier verder aan haak. Oeh, iets waar ik enthousiast over ben. Ik heb juist toch laten zien dat ik hem zo aan het pletten was, zodat hij van de binnenkant ging. Kijk, de tunnel. Ik durf hem bijna niet op te raken. De tunnel van Garens. Zeg maar, als worst blijven is zoveel handiger. Eén probleem, ik durf hem niet. Ik moet er wel echt voorzichtig mee zijn, zodat hij niet uit elkaar valt. Maar in principe vind ik dit veel fijner en ziet er cool uit dan van de buitenkant werken. Ik zou willen zeggen, ik probeer het bij deze van de buitenkant. Maar dat ga ik niet doen. Dus ik ga dit gewoon doen. En het gaat best goed. Ik bedacht me naar iets dat ik echt nog heel graag wil vertellen, waar ik nog niet toe was gekomen. Ik heb op WhatsApp dezelfde foto als dat ik op Instagram gebruik. Met, zeg maar zo, mijn hoofd. En dan daarboven Charlingual. Dus mijn bedrijf. En voor de allereerste keer kwam ik laatst ergens, omdat ik iemand geappt had. En nou, nee, wacht, het zit zo. Ik doe mee in een kledingkettingruil. En ik moest de tas naar iemand toe brengen waar ik hem normaal niet naartoe breng. Dus ik breng hem meestal naar de volgende persoon in de lijst. Maar die persoon was op vakantie of zo. Dus hij ging naar de persoon daarna. Dan was ik dus nog nooit geweest. En die stuur je dan een appje. En je ziet dus, als ik jou een appje stuur, zie je mijn hoofd en Charlingual. En deze mevrouw had dat dus gezien. En ik had afgesproken, ik kom over 5 minuten de tas brengen, want dat is hier om de hoek. En ze had het gezien, had thuis haar kist opengemaakt. Had gegoogeld, kwam op de website terecht, of op Instagram of zo, zag wat ik allemaal doe. En had de kist geopend thuis en heeft daar een quilt project uitgepakt die haar moeder ooit had gemaakt. Van oude kleding van haar vader. En die wilde ze graag aan mij laten zien. Dus ik, normaal breng je de tas, die zet je voor de deur, je belt aan en je zegt, joe, fijne avond, doei. En zij zei, nee, kom even binnen, ik wil iets laten zien. Het was zo onbeschrijfelijk lief. En echt de allereerste keer dat iemand die ik niet ken naar de website is gegaan, daar heeft rondgekeken en er iets mee gedaan heeft. En ze zei ook daarna, hey, ik heb net je website bekeken, je doet echt hele leuke dingen. Nou, dat was zo lief. Ja. Ja, dat moest ik even delen. Dat popte net ineens in mijn hoofd zo. Hallo, dit heb je nog niet verteld. Nu heb ik het wel verteld. Ik dacht net, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan een kort reel of TikTok video maken van dat duo op die bol. Het is nu naar boven om het te filmen.
En de bol lag nog hier. Nee. Dus dat gaan we nu doen. Ik word echt een beetje ongelukkig van deze jurk. Ik denk dat ik hem uit ga trekken in de wasstop. En dan doorgeven aan de volgende persoon. Denk ik. Veel beter. Gek is dat, hè? Hoe je uiterlijk je kan beïnvloeden. Ja, ik heb dus een andere trui. Dit is een jurk die ik uit de kleding, kettingkledingraaltas heb. Een leuke scrunchie. Mijn eyeliner die nogal was uitgelopen na het hardlopen weggehaald. Ik vind dat altijd zo bijzonder hoe het werkt. Maar nu zit ik wel wat beter in mijn klompen. Oké, ik ga proberen een TikTok-video te filmen. En daarna ga ik weer verder. Oh ja, waarom doe ik dit nu tussendoor? Want ik ga natuurlijk aan deze nieuwe bol beginnen. Dus dan moet ik het filmpje nu maken. Goedemorgen. Ik ben weer aan de haak aan het gaan. Ik heb gisteravond niks meer gefilmd, want we hadden vrienden hier in huis. Dat vind ik niet zo netjes dan. Maar ik heb wel flink doorgehaakt. Ik heb nu een hele grote beret. En nu ben ik eigenlijk op de terugweg. Dus ik heb hem heel groot gemaakt. Ik heb hem daarna dikker gemaakt. En nu maak ik hem weer klein, zodat het een hoed wordt. Een muts wordt. Ik heb nog flink wat garens. Dus daar ga ik het wel gewoon mee redden. En voor de rest gewoon lekker doorwerken eraan. Voor het geval je je afvraagt waarom dat ik al kleren aan heb. Op deze vroege zaterdagochtend. Ik heb mijn nieuwe floor sweater aan. En hij was vanochtend eindelijk droog. Dus ik kon het niet laten. Om hem meteen aan te trekken dus. Hè. Goed, ik ga even verder aan de break. En ik kom strakjes bij... Oh, ik moest nog iets zeggen. We kregen gistermiddag een berichtje. Dat de mensen waar wij mee zouden gaan uit eten. Corona hebben. Dus... In principe hoeft deze brein nu niet meer in 48 uur tijd af, maar ik ben een koppig wezen. Dus ik wil dat wel gewoon voor elkaar krijgen. Anders wordt het ook een hele saaie video. Ja, en toen had ik opeens toch nog een week, dus heb ik er nog een week over gedaan. Nee, we gaan nog steeds binnen 48 uur. Dat betekent dat ik nog 9 uur de tijd heb en dat gaat zeker lukken. Ik heb nog maar 2 toeren te gaan. Voorkant, achterkant, nu dus afwerken, 2 toeren, dan alle draadjes wegstoppen en dan is hij af. Het is 2:15 bijna. Easy. Ik heb in de tuin nog zitten werken, ik heb van alles nog zitten doen. Dit heb ik gewoon lekker ertussendoor gedaan. Super, super fijn project en ik kom zo bij jullie terug als hij helemaal af is. Ho, 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 ik ben een Franse. Hij is af. Het is 3:00. 6:00 had hij af moeten zijn als we nog waren gaan uit eten. Maar we gaan niet uit eten. Hij is gewoon binnen 48 uur hartstikke af. En zelfs voor mij best leuk. Ik weet 100% zeker dat hij degene naar wie die, voor wie ik hem gemaakt heb, dat hij nog beter gaat staan. Maar ik vind het niet verkeerd. De kleur is heel mooi. Hij zit echt super lekker op mijn hoofd. En ik vind deze tepel hier ook heel leuk. Je kunt natuurlijk op allerlei manieren... Oh, nu ben ik nog Franser. Ho ho, le stokbrood. Le baguette. De jambon. Ik heb wel op middelbare school Frans gehad, maar... Ik heb hem niet gehaald op mijn examen. Ja, dus een superleuk project. Ik laat hem nog heel even zien zoals hij er op de grond uitziet. Als hij helemaal plat is. Een heel erg leuk project. Heel erg mooi gelukt. En zeker binnen 48 uur te haken. Ik durf te schatten dat ik er in totaal 6 uurtjes maximaal mee bezig ben geweest. Hele eenvoudige steek. Heel erg mooi. En ja, het ziet er gewoon leuk uit. Leuk.
Denk jij nou, Charlie, dit patroon moet je ook binnen 48 uur proberen te haken, of te breien, of te borduren? Laat dan hieronder een berichtje achter en wie weet zal ik nog eens een keer zo'n video maken. Ik vond het in ieder geval wel lachen en ik ben heel blij met dit cadeau dat ik voor iemand heb kunnen haken.